Ze zeggen wel eens, zoekt en je zult vinden. En ik zie ook veel ondernemers dat doen. Hè. Zoeken, zoeken, zoeken. Op zoek naar nieuwe klanten. Op zoek naar nieuwe kansen. Op zoek naar geld. Op zoek naar, nou, whatever. Maar volgens mij werkt het helemaal niet zo. En ik zat gisteren in de sauna. Op Terschelling, waar ik nu ook ben. En daar kreeg ik een inzicht. En dat inzicht was, ga niet op zoek naar, maar word gevonden door. Dus laat die nog maar eventjes binnenkomen. Ga niet op zoek naar, en vul maar in wat je dan naar op zoek wil gaan, maar word gevonden door. En dat werkt dus heel anders. Want in plaats van dat jij gaat zitten zoeken, zoeken, stel je eigenlijk open, word je beschikbaar, verstop je je niet meer voor dat waar jij naar op zoek bent om jou te vinden. En ik heb meteen de daad bij het woord gevoegd. Want ik had een lekkere warme sauna gehad en toen ging ik afkoelen in een ijs... Nou, niet een ijsbad, maar het was wel een vrij koud water. En ik stapte erin. Oh, jeetje, jeetje. Dus ik was op zoek naar warmte. Toen dacht ik, nee, warmte, je mag mij vinden. Ik stel me open om gevonden te worden door warmte. En wat gebeurde er? Ik voelde die warmte naar mij toe komen. Ja, het was heel raar, maar ik voelde die warmte in mij trekken. En ik kon gewoon best wel lang in dat koude bad zitten, of eigenlijk heel lang. Dus het gaat niet over zoekt en je zult vinden... Maar ga in plaats daarvan, word gevonden. Dus ga niet op zoek naar, maar word gevonden door. En dat geldt dus voor alles. Dus ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als jij je openstelt of je beschikbaar stelt om gevonden te worden door dat waarnaar jij op zoek bent.